Sturm hoor je al een paar dagen en dan weet je gewoon dat het NK tegenwindfietsen er wel eens aan zou kunnen komen. En inderdaad, vandaag hier het start zijn, natuurlijk vanaf de Oosterscheldekering. Zo'n 300 man gaat vandaag hopelijk weer en vooral wind trotseren, want die kan wel eens aanpikken tot windkracht 9. Ja, als je het mij vraagt, niet te doen hoor. Eerste keer? Vijfde keer. Dus dan weet je wel een klein beetje wat jou te wachten staat. Beetje wel, ja. Ja. Dus rustig aan beginnen. Maar welk gevoel overheerst nu? Ja, ik ben niet goed getraind, dus het gaat pijn doen. Sterkte. Spannend. Ja, hoe spannend precies? Nou, wel gezonde zenuwen. Ik heb wel zin in. Ja, is dit jouw eerste keer of heb je al vaker meegedaan? Eerste keer. Ik heb net tips gehoord, niet te hard starten, het duurt heel lang en blijven trappen. Ik denk dat ik de eerste stuk niet meteen helemaal tot het gaatje moet gaan, maar moet bewaren tot de laatste 3-4 kilometer ongeveer. En dan als we gek gaan rijden natuurlijk. Ja, ik doe het anders wel zelf. Nou, volgens mij zit hij al behoorlijk vol hoor. Ja, is in orde. Waarom doet u mee? Dat weet ik zelf ook niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Soms moet mensen een beetje gek doen, zeg maar. Ja, ben je heel gek? Ja, daar ben ik. Dus ja. Jammer, want er zit hier niemand, maar de organisatie heeft echt overal rekening mee gehouden hoor. Gewoon een, ja, hoe noem je dit eigenlijk? Oh, de riemen vast tribune. Kom op, je bent er bijna. Kom op, laatste loodjes. Wat brengt jou hier? Ja, de wind. Even kijken toch. Even kijken hoe die mensen hier aan het zwoegen zijn op die fiets. Ik zag er al een paar onderweg. Dus ja, ik wacht op de eerste die ik ga meemaken. Op wie zijn jullie te wachten? We staan op Jetske van der Bos te wachten. En wie is dat precies? Dat is onze dochter en ze start als 302, dus bijna een van de laatste. Dappere meid? Ja, zeker. Volgens mij zijn ze nog leeg hoor. De overgeefbakken, vomit area. Heeft u een beetje medelijden met die mensen op de fiets? Nee, absoluut niet, doen ze toch zelf. Je wilt het zelf, hè? En hoe ziet u ze hier voorbij komen? Echt met de tong op de knie? Nou, valt nog mee, hoor. Valt nog mee, maar ze zijn pas begonnen natuurlijk, hè. Ik denk hij op het einde staat dat ze meer met de tong op de knieën liggen. Lekker. Volgend jaar weer. Of volgende keer. Oh, maar wat is hier nou zo leuk aan dan? Dat zie je toch. De mensen. Publiek. Nou, ik heb mijn gehaktbal bij de snackbar. Kalleman. Hey, kom op, je hebt net lekker gesport, man. Nou, één keer per jaar en niet vaker. Ja, maar hoe voel je je? Kapot. Kan niet gezond zijn voor een mens. Maar hoe was het onderweg? Heftig, veel wind. Stukje omhoog, daar was helemaal om kapot te gaan. Viel het mee of viel het tegen? Leuk, heel leuk. Voor de eerste keer ben ik nu ingehaald door iemand die achter me startte. En dat, Nou, dat zit je dwars. Ja, dat zit me flink dwars. Ik merk het. Ja, daar heb ik een beetje buikpijn van. Gisteravond op tijd naar mijn bed toe gaan, niet, een keer niet op stap gegaan. Geen bier gedronken. Geen bier gedronken op zaterdagavond. Dus dat zijn allemaal ook uitzonderlijk. Ja, keurige voorbereiding. Je hebt er echt wel alles voor moeten laten eigenlijk. Ja, alles voor moeten laten. Om hier present te staan en NK tegenwind fietsen. Dus, ik ben niet gewoon super vet. Gewoon afzien tot de max en ja, heel vet. Ja, kijk maar.
Oh, we gaan even naar links. Gaat ie? Ja, gewoon. Hoe was het onderweg? Ja, ik vond de wind wel meevallen eigenlijk. Wel meevallen? Nee, joh, ben je gek. Ja, want zelfs op het NK tegenwind fietsen gooide de loeiharde wind roet in het eten. Met nog maar 60 deelnemers te gaan, werd door de organisatie besloten om het evenement stil te leggen. Oh, wat balen, hè? Ja, waait het eindelijk een beetje. Zijn ze er bang van? Snap je toch niet? Heel mijn familie langs de lijn. Och, alles en iedereen opgetrommeld. Alles opgetrommeld, ingevlogen. Wat balen, hè? Ja, heel balen. Ben je toch eigenlijk wel blij? Nee, jammer. Doei. Het is een wending waar we rekening mee houden. Het is een tegenwindkampioenschap. Ja, en als het te veel tegenwind is, dan moeten we toch op de veiligheid letten. We moeten de fietsen bevoorraden. Dus en je mocht niet meer met een aanhanger over de kering. Dus we hadden een praktisch probleem. En we willen dat het wel leuk blijft en niet onveilig wordt. Dus voor de zekerheid hebben we besloten, de team challenge, die gaat niet door. De individuele ritten, die zijn wel helemaal afgemaakt. Tot nu toe was het een groot succes en zo willen we graag afsluiten. Wil je misschien even zitten? Moet ik je even helpen? Ja, graag. Dank je. Oké.